Victor, zes punten uit de twee wedstrijden, de start bij FC Den Bosch. Dan gaat de aandacht natuurlijk vooral uit naar de aanvallers. Maar ja, ook nul doelpunten tegen. Hoe is dat voor jou als verdediger? Ja, dat geeft natuurlijk een heel goed gevoel. Kijk, uh, natuurlijk hoop je dat je elke wedstrijd uh, een paar inschiet. Maar het uh, begint ook bij je verdedigen natuurlijk. En uh, ja, als je na twee wedstrijden nul tegen hebt, dat, uh, dat is genieten. Dat is uh, wat je als verdediger wil. Vorig seizoen een bos natuurlijk veel doen we het ook tegen. Uh, nu jullie nieuwe centrale duo, jij en teun. Die klik is goed, hè? Ja, zeker, binnen- en buiten het veld. Um, ja, we zeggen ook tegen elkaar elke wedstrijd van uh, ja, echt voor die nul spelen. En, uh, ja, dat gaat, tot dusver gaat dat uh, ja, heel goed. En uh, we zijn pas twee wedstrijden onderweg. Maar uh, liever dit dan uh, dat we nu al uh, vier of vijf tegen hadden gehad. Dus ja, het ja, is een extra stimulans om, uh, om het elke wedstrijd weer uh, op te brengen. En uh, ja, voor ons is het echt een enorme uitdaging om elke wedstrijd voor die nul te spelen. Ja. Ja, wedstrijden, zoals tegen Jong PSV, worden natuurlijk op details beslist. Ja, jullie, jij en Victor samen hebben echt gestreden, en natuurlijk ook de andere verdedigers, uh, gestreden om die nul te houden. Ja, zeker. Het, was wel een, uh, het veld was lekker nat. Dus ik denk dat je dan uiteindelijk wel een. Uh, een lekkere motivatie krijgt om even lekker erin te kletsen. Maar uh, ik denk dat we het uh, verdedigend goed hebben gedaan. We hebben misschien een paar kantjes weggegeven. Maar ik denk niet echt uitgespeelde kansen. Tenminste, zoals ik het uh, een beetje terug kan halen. Eén gevaarlijke speelsituatie, maar voor de rest stond het wel, uh, wel goed. En dat is niet alleen maar een compliment als verdediging. Ik denk, ik denk dat we als heel team wel oké okay staan. Met, uh, met Kevin ervoor natuurlijk. En het middenveld het goed. En uh, de manier van druk zetten, hoe druk zetten, dat is natuurlijk voor ons ook heel fijn. Waardoor we misschien wat minder in de problemen komen. En uh, als team in de eerste fase al snel de bal kunnen veroveren. Dus dat is voor ons ook heel fijn natuurlijk. Dus, uh, ja. Hoe belangrijk is dan een wisselwerking tussen de twee centrale, de links- en de rechts-centrale verdediger? Ja, natuurlijk is dat heel belangrijk. Kijk, uh, Victor en ik, die, uh, kijk, vanaf de eerste training had ik al wel een gevoel van. Victor is betrouwbaar en ik ben zelf denk ik ook best wel betrouwbaar. Dus we, kon, we hadden wel gewoon een prima klik gelijk. En uh, ja, dat zie je nu denk ik ook al in het veld. Ik denk dat we wel aardig staan samen. En uh, ja, we willen het zo volhouden, zo vaak mogelijk de nul houden. Dat is wel een mooi doel denk ik voor ons. Dat nee. jullie samen in, de, in het hart van de verdediging van FC Den Bosch, dat je elkaar dan dat is goed binnen en buiten het veld met elkaar kunt vinden, is dat ook heel belangrijk? Ja, ik denk het wel. Maar ik denk dat het sowieso belangrijk is dat je als team goed met elkaar uh, op kan schieten. Niet dat er groepjes zijn, zeg maar. Dat gewoon uh, ja, de oude jongens ook met de jonge jongens omgaan. En dat is in, uh, in dit geval is dat wel zo bij, uh, bij de Bos. En uh, ja, ik merk gewoon dat er een hele sterke teamgeest is. Dat we voor elkaar uh, werken. Dat we met z'n allen naar voren gaan, met z'n allen terug. En uh, dat is denk ik de basis uh, naar succes toe. Dan zag je ook in de wedstrijd tegen Jong PSV. Volgende tegenstander, Jong Ajax. Ja, wat zijn de dingen die jij, jullie in de verdediging in ieder geval dan mee kunnen nemen vanuit die wedstrijd uh, vanuit Jong PSV? Nou, het is weer een jong team en je weet dat, uh, dat het vaak uh, behendige voetballers zijn. Dus ze kunnen allemaal uh, goed voetballen. Dus dan moet je zorgen dat je in duels komt. En uh, ja ik denk dat we gewoon uh, met z'n allen volle bak vooruit moeten en uh, ja, hoog vast moeten zetten. En uh, dwingen ze maar tot die lange bal. En ja, dan staan uh, Teun naar mij. Uh, om die duels achterin uh, te winnen en uh, tot dusver gaat het heel goed. Volgens mij verliezen we bijna geen duel uh, dan is het zaak uh, om scherp te zijn op die tweede bal en uh, hopelijk op de helft van de tegenstander al te zijn en dan uh, richting de goal te gaan. De blik vooruit dan naar jong Ajax, ja. uh, ook weer een jong ploeg tegenstander. Is het lastig genoeg om daartegen te spelen als uh, centrale verdediger? Uh, ja, lastig, lastig. Die jongens kunnen gewoon allemaal supergoed voetballen. Kijk, weet je zit is in ieder geval bij PSV en bij Ajax. Dus uh, ja, het zullen allemaal goede voetballers zijn. Maar uh, ik denk dat als wij die strijd op de mat leggen die we afgelopen maandag tegen PSV hebben laten zien, dat we een hele goede kans gaan maken weer. Maar we moeten wel natuurlijk, wat de trainer ook gezegd heeft al, moeten we weer 100% die duels aangaan en, uh, en zorgen dat we er staan. En dan denk ik dat we een hele goede kans gaan maken weer om, uh, om die 9-punten uit drie wedstrijden te gaan halen. We zag jou aan het einde van de wedstrijd tegen Jong PSV ook nog meer naar voren gaan? Want Jack de Gier, de trainer, wil natuurlijk graag winnen. Is dat ook een, een rol die jou als stormram die jou ligt? Ja, zeker. Ja. Ik, uh, ja, weet je, het verdedigen is natuurlijk leuk, maar het, soms is het ook wel leuk om, uh, om natuurlijk voorin te lopen. En, uh, ja, ik merkte echt aan mezelf dat ik echt kost wat kost uh, wilde winnen. En, uh, ja, op een gegeven moment hadden we volgens mij een corner. En, uh, toen uh, gaf ik de trainer een signaal van: uh, hangen of niet? Want hij had uh, in de spring al aangegeven: uh, als we moeten gaan forceren, dan, uh, dan uh, gaan we het zo en zo doen. Nou ja, dat, uh, dat was dus het geval en uh, ja, uiteindelijk niet direct, maar ik probeerde op het einde nog uh, iets te forceren. Nou, dat, uh, dat ging toen niet, want uh, ik dacht dat ik een penalty eruit kon krijgen. Nou, dat, uh... Maar daaruit kwam wel het doelpunt? Daar daaruit ik. kwam wel het doelpunt. Gaaf of een ja. daarna. Ja, nee, ja. precies. En uh, weet je, het is niet per se direct dat ik voor gevaar zorg, maar het brengt wel iets met zich mee, zeg maar. Weet je, als je lange ballen gaat pompen continu, dan dwing je die verdediging weer naar achter en dan is er nog meer ruimte voor die tweede bal. Uh, ja, Jez en ik zijn nu allebei kopsterk, dus uh, ik denk dat het wel, dat wel een uh, goed deel is om uh, iets te kunnen forceren voor Ook tegen jong Ajax? Tegen elke tegenstander denk ik. Goed, dankjewel Victor. Alsjeblieft.